Hoi, ik ben Karel en in deze video vertel ik je hoe je Excel-waarden automatisch markeert met verschillende kleuren. Soms kan het bijvoorbeeld handig zijn om in één oogopslag te zien welke waarden in je lijst boven of onder een gemiddelde liggen. Als je een voorwaardelijke opmaak instelt, worden je cellen automatisch herkenbaar opgemaakt. Ook als je gegevens toevoegt of wijzigt. Selecteer eerst de gegevens die je een kleur wilt geven. Klik op de knop Voorwaardelijke opmaak. Die staat in het tabblad Start in de groep Stijlen. Klik op Regels voor bovenste / onderste en kies voor bovengemiddelde. De cellen worden nu automatisch opgemaakt met een lichtrode opvullingskleur en een donkerrode tekst. In de lijst Opties kun je ook een andere kleur kiezen. Je kunt ook een tweede kleur aan dezelfde selectie cellen toevoegen. Gebruik daarvoor nog een keer de knop Voorwaardelijke opmaak, maar dan voor alle cellen onder het gemiddelde. Wil je een andere kolom op dezelfde manier opmaken? Dan herhaal je de stappen.